René, met Wil van Delft van het programma Delft Blauw. Hey, goedemorgen met René. Goedemorgen, goed. En met u? Ja, lekker, het gaat prima. Kijk, is het nieuwe single uit? Is eigenlijk een dubbele single uit voor jou, hè? Want er zijn er twee uit, hè? Dus Ben niet zonder jou en Ga niet weg, hè? Ja, Ga niet weg is eigenlijk, zoals we dat noemen, de A-kant. En Ben niet zonder jou is de B-kant. Dus echt twee heel mooie nummers op één cd. Ja. Maar er gebeurt niet dikwijls, het is zoiets, hè, dat een artiest de A- en de B-kant, want vroeger, ja, wij zijn met de singles grootgebracht, toen had je een A- en een B-kant. Ja, weet je wat het is, tegenwoordig noemen we het geen A- en B-kant meer, er staan gewoon twee mooie nummers op. En eigenlijk, na de opnames hebben we eigenlijk van zonde eigenlijk om het tweede nummer ook op de cd te zetten, omdat het eigenlijk heel mooi is om ook opnieuw uit te brengen als enkel nummer. Maar ja, op een gegeven moment moet je keuzes maken. Dan heb je denk ik dat als je nummers inzingt altijd het idee van, hey, is dat niet mooi om apart uit te brengen? Ja, dat is een keuze die je moet maken. Maar ja, ik denk dat er nu twee heel mooie stukken op één cd zijn. Het is de vijfde single van jou, klopt dat? Ja, en er komen er heel veel aan. Wat zeg je nou? Je zegt, er komen er nog heel veel aan. Ook. We hebben een aantal mooie nummers op. Zoals we dat noemen, niet op de plank leggen, want ze zijn inmiddels al opgenomen. Maar we zijn druk bezig met de voorbereiding van de volgende videoclips. Ja. Voor de opvolgers van deze, zeg maar. Ja, de volgende zin, dat was ouwe, hè? Ja, dat was ook een heel mooi stuk. Hè. Dat betrekking op mijn vader natuurlijk, die opname. Ook heel goed bekeken, heel goed beluisterd, heel veel goede reacties op gekregen. En nu dachten we, nou, Ga niet weg. Dat ligt al zo'n tijd bij mij en dat wilde ik al zo graag uitbrengen. We waren alleen nog niet tevreden over de hele muziekstuk. Er moest nog het een en ander veranderd worden, er moest nog gekoord worden. En nou, dat hebben we mooi in een heel rustige periode en tussen de gaten, dat het mocht, zeg maar, ingevuld en opgenomen. En dat was klaar en toen dachten we van nou, de videoclip afmaken en op z'n Hollands gezegd gaan met die banaan. De passie voor muziek is bij jou toch al heel vroeg bijgebracht, hè? Want je eigenlijk al jouw vader, daar heb je er heel veel van meegenomen, of niet? Nou, mijn vader was natuurlijk vroeger altijd ook heel erg met muziek bezig. En ik ben eigenlijk vanaf mijn kind af aan al met muziek bezig. Ik ben grootgebracht met muziek van Wil Jobetti, Johnny Jordaan, Engelbert Humperdinck, Tom Jones. Nou, zo kun je er nog een hele reeks opnoemen. En dat is toch eigenlijk wel een beetje altijd in het hoofd blijven hangen. Ja. En dan was je een soort DJ, want je trok met de Volkswagenbus van feestje naar feestje, hè? Ja, dat is al heel lang geleden inmiddels. Maar dat is wel een beetje de beginperiode geweest. Dat ik dus heel veel campings afging in Nederland. Waar we dus discoavonden, zoals we dat toen de staat noemden, deden organiseren en verzorgen. Met een DJ-meubel, zwaarlichten, barrelblaasmachines, rookmachines. Nou, dat kon niet gek genoeg vroeger. En ja, tegenwoordig is dat wel anders geworden. Ja. We hoeven geen platen meer mee te sjouwen, het kan tegenwoordig allemaal een stuk makkelijker. Ja, vind je dat zelf ook? Ja, ik heb dat vroeger ook kort gedaan, want ik werkte toen bij een piratenstation. En daarnaast hadden we ook die drive-in shows. Hè. En dan had je een halve bus vol met allemaal singeltjes en LP's. Ja. Je was bezig zeg maar 2,5 uur, 3 uur om een meubel op te bouwen met alle toeters en bellen eraan om je platen even allemaal op de plek te zetten wat moest. Ja. En nou ja, dan was het een kwestie van een leuke avond maken, maar ja, dan mocht je het allemaal weer opruimen. En op een gegeven moment was ik wel blij dat dat niet meer hoefde, zeg maar. Ja. Alhoewel ik nog wel steeds een DJ, wel in het bezit van een DJ-boot, dus ik doe het nog wel. Alleen, het is echt bij hele speciale gelegenheden dan.
Ja, maar dat was ook in de studio, hè, want je had LP's en ik weet er wel, ja, LP's. Als je dan druk had, dan, je was heel druk bezig en je had veel verzoeken en, je had, en dan had je een LP op staan en dan had je bijvoorbeeld niet het juiste nummer, want je moest natuurlijk die, op die platenspeler leggen en als je dan net niet het tweede of het derde nummer had, dan ging je af, dat was een gieter natuurlijk. Ja, wat dat betreft heeft de CD en Spotify daarna. En dat doe ik heel veel wel veranderd in het hele gebeuren. Dus het kan eigenlijk niet meer misgaan. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Zeker, je moest nummer 2 hebben en je zet er vervolgens nummer 3 op. Nee, dat is makkelijk was gebeurd. Ja. Alleen ik deed dat niet op de radio, dus bij mij was dat altijd wel weer snel op te lossen. Ja. Het is alleen een beetje vervelend als het natuurlijk verzoekplaatjes zijn en je gaat de verkeerde plaat opzetten. Ja. En ben ik zonder jou, ga niet weg. Het zijn dus wel twee nummers die jij toch wel per se gewild dat ze alle twee werden uitgebracht. Ja, ik wilde ze eigenlijk alle twee apart uitbrengen. Alleen op een gegeven moment hebben we besloten van, nou weet je wel, ik heb nog zoveel mooie nummers liggen die opvolgers zijn van deze. Er worden nog nieuwe nummers geschreven. En ja, we hebben gewoon de keuze gemaakt van laten we gewoon deze twee nummers passen bij hem. Mooi bij elkaar, ga niet weg bij mij. En ik ben niet zonder jou. Ja. Nou, twee schitterende nummers en schitterend om te luisteren alle twee natuurlijk. Begint nu bij jou ook al een beetje de agenda weer een beetje vol te lopen, René, of niet? Nou, ik moet eerlijk zeggen, inderdaad, er komt een na het andere klusje komt binnen. En dat is daar wel weer lekker, dan kun je gewoon lekker onder de mensen zijn, weer mensen vermaken. Mensen plezieren. En dat is wel wat natuurlijk ook belangrijk is voor een zanger. Yeah. Of entertainer. Yeah. Waar kunnen zij, diegenen die meeluisteren, meer informatie vinden over René Kooi? Nou, ik ben te vinden op Facebook. Daar kun je ook vriendjes worden. En ik ben te volgen op Twitter, op Instagram. Ik heb een eigen website, renekooi.nl. Daar kun je ook nog een berichtje achterlaten eventueel, of als je informatie wil hebben, een mail sturen. Dan kun je ook nog audiofragmenten luisteren, andere dan die op de cd staan. En zo ben ik eigenlijk op YouTube te bewonderen en ben ik eigenlijk overal op alle downloadsites te vinden met mijn muziek. Dus, nou, we gaan dit jaar ongetwijfeld nog meer horen, maar we gaan nu eerst Ga Niet Wegdraaien. Wie kan er beter aankondigen als jij zelf? Ja, inderdaad. Nou, ik wil eerst eventjes jou bedanken natuurlijk, Wil. En alle luisteraars van Delft Blauw, zou ik zeggen, Radio Costa Blanca. Ik wens u allemaal heel fijn weekend. Ga lekker luisteren, ga lekker genieten naar mijn nieuwe muziek. Laat eens nooit zo even een berichtje achter op mijn site. En ik zou zeggen, daar komt u aan. Mijn nieuwe single, Ga Niet Weg. Ik wens jou ook nog een fijn weekend en tot de volgende keer. Groetjes, doei. Oké, doei. 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 Doei.